أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة proberen te halen om dit goed te kunnen uitvoeren. Dat gaat, beste broeder en zuster, over opvoeding. Opvoeding of gezegd onderwijs, allerlei andere vraagstukken die te maken hebben met ontwikkeling, zijn de laatste tijd, beste broeder en zuster, een belangrijk onderwerp geworden. Kinderen komen de generatie die een belangrijke rol gaan spelen in het voortzetten van onze beschaving, in het voortzetten van onze religie, in het voortzetten van bepaalde kernwaarden waar we met z'n allen voor staan. Opvoeding is een containerbegrip, is een begrip waar iedereen een eigen invulling aan geeft. Dat is ook terecht. Elke vader, elke moeder, elke school, elke onderwijsinstelling geeft eigen invulling vanuit een bepaalde invalshoek, vanuit een bepaalde referentiekaart, invulling aan dit onderwerp. Wij moslims, beste broeder en zuster, zien dat wij uiteraard van die lehilham vaak terugkeren naar wat? Naar ons fundament, naar ons geloof, om eens te kijken hoe we inspiratie daaruit kunnen halen om dit moeilijk onderwerp vorm te geven. Beste broeder en zuster, als we het hebben over opvoeding, en ik heb daar jarenlang ook binnen het onderwijs trainingen over gegeven, allerlei methodieken over geschreven. Maar sinds ik kinderen heb gekregen, sinds ik het ga praktiseren, sinds ik op een gegeven moment bepaalde casuïstieken voor me zit, hoe zou ik nou om moeten gaan met mijn kind? Nou, ik kan u één ding vertellen, al die theorieën en al die wetenschappelijke redeneringen, waar ik vol overtuiging over aan het doseren was, was ik opeens even kwijt. Ik wist het even niet meer. En dat subhanallah, ik zie een aantal mensen in een non-verbale communicatie glimlachen of ja knikken omdat ze het misschien ook wel begrijpen.
Subhanallah, bijzonder. Bijzonder om te zien dat als je op een gegeven moment je kleine kind voor je en je wilt corrigeren. En de pedagogen die zeggen als je wilt corrigeren, dan zou dat een pedagogische doel moeten hebben. Waarom corrigeer je? En welke vorm hanteer je in het corrigeren? En welke methodiek hanteer je in het corrigeren? En wat is het leermoment die je haalt uit het feit dat je een kind hebt gecorrigeerd? Nou, daar zijn tientallen onderzoeken over geschreven, beste collega's. Ga dat maar eens even praktiseren op het moment dat je jouw kind wil uitleggen dat je dit niet goed doet. Bijzonder, complex. En dan kan je alle wetenschappelijke rapporten daarop raadplegen. Maar als je het in de praktijk zou willen praktiseren, dan ben je het even kwijt. Want corrigeer ik omdat ik boos ben? Corrigeer ik omdat ik een reflectie geef? Corrigeer ik omdat ik het niet leuk vind wat hij doet? Of corrigeer ik om hem iets mee te geven? Om hem te ontwikkelen? Om hem een mooie les bij te brengen? Nou ja, dat zijn allerlei vragen die je filosofisch en wetenschappelijk allemaal kan beantwoorden. Maar één ding staat vast, beste broeder en zussen, als je het zelf moet gaan doen, dan is het iets complexer dan hoe die wetenschappers en die sociologen en die pedagogen er allemaal over praten en schrijven. En daarom is het bijzonder om terug te gaan ook naar de traditie van de profeet sallallahu alaihi, hoe hij pedagogisch bepaalde ontwikkelingen, bepaalde opvoedingsvraagstukken agendeert bij jongeren, bij kinderen, op een hele pragmatische wijze. Op een hele pragmatische wijze. En op het moment dat ik zeg de profeet doet dat op een hele pragmatische wijze, dan zouden beste broeder en zuster twee dingen niet uit het oog moeten verliezen. De profeet sallallahu alaihi wasallam, de profeet, zijn positie in die samenleving. De profeet, aan de ene kant profeet, aan de andere kant leider der gelovigen, aan de andere kant hoofd van een politieke staat, aan de andere kant bezig met grote belangrijke vraagstukken. Daarom zie je bijvoorbeeld Mark Rutte, die gaat één keer per week, die gaat dan naar een basisschool om les te geven. Dat gebeurt, hè? De president van Nederland zegt, weet je wat, ik heb grote dingen te doen, maar ik ga één keer per week ga ik even les geven. Wij zien dat als een grote als een hele mooie beschavingsaspect. Oh, wat mooi. De professor Asselem deed iets meer dan wat Mark Rutte doet in zijn tijd. Als het gaat om vanuit zijn positie, kijkend naar wat? Kijkend naar hoe hij omging, sallallahu alaihi wasallam, met jongeren en hoe hij pedagogische klimaten probeert te creëren om mensen, om jongeren te laten ontwikkelen en ons ook meegeven hoe je dat zou moeten doen. De profeet sallallahu alaihi wasallam op een dag, deze hadith is aan ons overgeleverd door Ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda. Ibn Abbas, een van de jongeren. En in onze culturen, als ik even iets mag zeggen over bijvoorbeeld de Marokkaanse cultuur waar ik zelf ook afkomstig voor ben, dan zie je dat wij allerlei uitingen hebben hoe we om moeten gaan met kinderen. Culturele dingen, die natuurlijk soms best wel fout zijn. En natuurlijk doen de Marokkaanse cultuur ook heel goede dingen. In het geval dat iemand mij daarop aanspreekt, ik denk van wat ben je nou aan het doen dat je een beetje de Marokkaanse cultuur zwart begint te maken. Absoluut niet. Maar een van de uitingen waar ik soms niet bij stil zijn dat we zeggen bijvoorbeeld tegen kinderen, joh, hitte het onnes en kwak, dreigt soms iets gezond. Zeg dat of niet? Ja, als ouderen praten, dan moeten de kinderen even stil zijn. Dat zijn aspecten wat natuurlijk heel erg terugkomt in bepaalde culturele codes, terwijl dat niet echt stimuleert om die ontwikkeling te realiseren waar je naartoe wil gaan. Is dat je die gelijkwaardigheid, dat je het gesprek aan wil gaan doen. De profeet sallallahu alaihi wasallam ontkracht zulke uitingen niet in theorieën, maar in praktijk. Hij ging met Ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda, hij was een jonge man, hij ging met hem op pad. En Ibn Abbas zat achter de profeet sallallahu alaihi wasallam. Een jonge jongen. Iemand van de samenleving, die de eer heeft gekregen, die de alle aandacht heeft gekregen, van wie? Van de profeet sallallahu alaihi wasallam. De profeet, huwa muallimuna, huwa mursiduna, hij is als onze meester. Waarin hij ook meegeeft, laat zien aan de samenleving, dat we talenten in de samenleving zeker niet moeten laten gaan, maar de alle aandacht aan moeten geven. En ik spreek u hier over een hadith van de profeet, terwijl iemand in de zaal zit,
die daar meestkundig in is. Dr. Ashish Nathan zit bij ons in de zaal vandaag en zeer vereerd dat hij hier deze preek komt bijwonen. En subhanallah, ik zeg dat omdat ik besef wie hier op de spreekstoel zit en wie daar dan zit. Vooral als we het hebben over de ahadith van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Mogen Allah zijn kennis alleen maar vermenigvuldigen en versterken. Mogen Allah ervoor zorgen dat wij veel meer kennis kunnen gaan vergaderen en verkrijgen. Zegt Amin. Ibn Abbas werd gezien als een talent in de samenleving. En er werd ook over hem gesproken. Het was een jonge man, terwijl nog best wel kind, nog jong. En de profeet sallallahu alaihi wasallam die zag dat talent in de jonge man en die probeerde dat talent te ontwikkelen door met Ibn Abbas te praten over de meest grote, complexe vraagstukken binnen de samenleving, binnen het geloof, binnen hoe je in het leven staat. Terwijl onze perspectief is altijd, joh, praat niet zo met kinderen, man. Dat vinden ze allemaal complex. Ik zal jullie wat zeggen. Als ik met mijn kinderen, ik sta op en ik breng ze in de ochtend naar school. U wil niet weten wat mijn kinderen met mij doen als het gaat om mijn intellectualiteit. Mijn zoontje vraagt mij, Allah, hij zegt tegen mijn vader, kan je mij laten zien waar Allah is? Wat dan mij? Oh, dan zegt hij, subhanallah, een keer, dan zei hij tegen mij van, die zon, hè, die is best wel groot. Dat is toch Allah, want hij kijkt naar iedereen. Ja, die subhanallah, complexe vraagstukken waar een kind van 3, van 4 over praat. Waar hebben wij wat doen wij meestal als ouders? Wat voor neiging hebben we? Ah, joh, heb je gisteren Pokémon gezien? Even een ander onderwerp proberen te halen, omdat je het te complex vindt om verder te gaan praten over zulke belangrijke levensonderwerpen die geagendeerd worden door kinderen die nog hartstikke jong zijn. Subhanallah, de profeet sallallahu alaihi wasallam, toen hij met Ibn Abbas zat en hij erkende het talent van Ibn Abbas, de profeet sallallahu alaihi wasallam begon gelijk in adviezen te spreken met Ibn Abbas over grote vraagstukken. En een van de eerste vraagstukken die hij agendeerde, sallallahu alaihi wasallam, bijna ook laat zien, pedagogisch laat zien, talenten ontdekken, talenten ontwikkelen en ook geloof hebben in zulke talenten dat ze in staat zijn om moeilijke theorieën te bevatten, te snappen, te duiden en dan ook te praktiseren en uit te stralen. Even in complex Nederlands geformuleerd. Subhanallah, hij zegt, ihfadillaha yahfadhuk. En subhanallah, dit is natuurlijk een vraagstuk waar volwassenen moeite mee hebben. Ihfadillaha yahfadhuk. Dat betekent, dat zou je op verschillende manieren kunnen interpreteren, op verschillende manieren kunnen uit, op verschillende manieren kunnen begrijpen. Ihfadillaha yahfadhuk. Wees, yani, ken Allah, subhanahu wa ta'ala. Wees iemand die Allah ta'ala kent op het moment dat je gewoon leeft. Op het moment dat je op school bent, integriteitsvraagstukken. Dat je weet dat Allah ta'ala jou ziet. Dat je elke handeling die je verricht ook op een integere wijze uitvoert. Dit is een vraagstuk wat de profeet sallallahu alaihi wasallam bespreekt met wie? Met Ibn Abbas. Want als we dit element kunnen praktiseren in ons leven, dan zie je dat je pedagogisch een hele belangrijke proces op gang hebt gekregen. Want een van de moeilijkste dingen die we in de samenleving hebben, is integriteit. Op het moment dat je handelt, dan is iedereen angstig en bang. Ben je wel eerlijk in je handelen? Dat geldt op zakelijke vlak. Als je contracten aangaat op zakelijke vlak, zegt iedereen, dat is ook een gezegde geworden, hè? Vergeet niet de kleine letters te lezen. Waarom? Iedereen is bang. Wat ga je ondertekenen? Omdat dat principe van integriteit, dat principe van het feit dat je weet dat Allah jou in de gaten houdt en dat je ter verantwoording bij Allah gesteld gaat worden, dat principe is bijna weg. En de profeet sallallahu alaihi wasallam benoemt dat aan wie? Aan Ibn Abbas als een van de belangrijkste pedagogische elementen waar een samenleving op gebaseerd en op gebouwd zou moeten worden. En ken Allah op het moment dat je Allah niet nodig hebt. Maar dat je het goed hebt. Maar dat je het welvarend hebt. Op het moment dat je, alhamdulillah, alles gaat volgens jouw planning. Op het moment dat Allah ta'ala jou alle steun hebt gegeven om je leven op een goede wijze voor te zetten. En als je dat doet,
Dus dat betekent als je daar integer in handelt, eerlijk in handelt, eerlijk bent met jezelf, met de rest, zal Allah jou kennen op het moment dat je een contact hebt getekend waar je even bent vergeten om de kleine letters te lezen en je bent een beetje in de maling genomen. Dat is een van de pedagogische aspecten. Beste broeders en zussen, wat we hieruit kunnen halen, een van de belangrijkste elementen als het gaat om opvoeding is dialoog voeren. Dialoog. Dus niet een directief taalgebruik, hoe we dat noemen in de pedagogie. Dus directief, dat je zegt, alleen maar, dat je alleen maar praat en spreekt met kinderen in bevelen in wat ze moeten doen, dat doen we directieve taal. Maar dat je abstraheert in taalgebruik. Dat je kinderen uitdaagt om mee te denken, om het gesprek te voeren over onderwerpen die misschien wel complex zijn. Het dialoog voeren. Beste broeders en zussen, wist u dat heel veel elementen in de samenleving nu een grote uitdaging zijn voor kinderen? Dan praat ik over kinderen van 8 jaar, 9 jaar, 4, 5, 6, 7 jaar, op basisschool, op middelbare school. Praat daarover met je kind. Ga daar het gesprek over. Vertel niet alleen het kind wat goed is, maar probeer samen met het kind in een dialoog tot een ontdekking te komen om met elkaar vast te stellen wat wij met z'n allen goed en acceptabel vinden. Dat is een hele andere benadering dan te zeggen, dit is goed en dit is fout. Dat zie je dat de profeet dat ook praktiseert in een dialoog met Ibn Abbas radiyallahu anhu. Kent u bijvoorbeeld een van de grote uitdagingen die ik nu veel meer zie in het onderwijs? En daar hebben heel veel jonge kinderen ook mee te maken. In het gebruik. We kennen bijvoorbeeld het drugsgebruik. We kennen ook allemaal onze kinderen allemaal beschermen daar tegenover. Maar er zijn nieuwe elementen gekomen waar veel ouders geen weet van hebben en waar dialoog omtrent zulke vraagstukken mist. Waardoor je als ouder eigenlijk niet eens weet hoe je zou moeten kunnen opvoeden en wat voor onderwerp je moet agenderen om überhaupt daar met je kind over te praten. Ken je het fenomeen lachgas? Ja, maar niemand kent het. Lachgas? Tuurlijk kennen jullie dat. Dat is een absolute nieuw fenomeen in het onderwijs waar heel veel jongeren en kinderen daar veel gebruik van maken. Als je in Amsterdam loopt en je loopt langs middelbare scholen, soms wel basisscholen, dan vind je al die capsuletjes van lachgas terug. In het begin toen ik dat zag, dacht ik, wat is dit? Ik dacht, kogels, bismillah, het lijkt een beetje op kogels. Wat is dit allemaal, waar komt dit vandaan? En subhanallah, toen zag ik een kind, ik denk, ik schat hem in 12 jaar. Ik zeg tegen hem, hey broer, weet je wat dit is? Hij zegt, ja, dit is lachgas. Ik zeg, lachgas, wat is dat dan? Ja, als je dat doet zo en je gaat een beetje inademen, dan word je 30 seconden high. En uit onderzoek en verschillende elementen, beste moeder en zussen, zag je dat kinderen, dat mensen ook aan overleden zijn. Op het moment dat je dat te veel gebruikt, in de hoop dat. Dat zijn nieuwe onderwerpen waar onze kinderen tegenaan lopen. Dat zijn nieuwe onderwerpen waar wij als opvoeders over moeten nadenken. We hebben het hier over, ken Allah. Zorg ervoor dat je weerbaar bent tegen alles wat Allah niet van jou verwacht. En we hebben het hier over het fenomeen, nieuwe fenomeen zoals lachgas in de hoop. Beste moeder en zussen. Je zag dat de profeet sallallahu alaihi wasallam in deze hadith een optimale persoonlijkheid probeert te realiseren in weerbaarheid. Toen de profeet sallallahu alaihi wasallam tegen, ja, een van de adviezen, hij zei tegen Ibn Abbas, wa'alam anna al-ummah. Wees ervan bewust dat als de mensheid bij elkaar komt om jou iets aan te doen, zal dat niet gebeuren behalve als Allah dat wil. Dit is een aspect, een van de aspecten die je ziet bij persoonlijkheden, bij kinderen, is dat de weerbaarheid een issue is. Weerbaarheid issues. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in je gedachten waar je voor staat. En niet dat angstelement proberen in te bedden in het gevoel van het kind. Dat doen wij vaak, hè. Als wij kinderen opvoeden en we willen ze ergens voor waarschuwen, gaan we ze daar bang voor maken. En dat is een korte termijn gedachte, want ik heb een kind gehad dat ik zei van ja, straks komt een grote bukkel. Als hij komt iets aan, dan zegt hij, laat mij in die bukkel dan even zien. Ik wil hem best wel even zien. Wie is dat dan? Dan zie je dat zulke methodieken eigenlijk helemaal niet werken als het gaat om kinderen bewust te maken. En de profeet linkt dat allemaal met het geloof. Weerbare kind, weerbare persoonlijkheid, waarin hij alleen maar te verantwoording gesteld kan worden bij wie? Bij zijn schepper en bij Allah subhanahu wa ta'ala. Klinkt containerachtig, maar het is wel een belangrijke
uitgangspunt. Beste broeder en zuster, ik heb dit onderwerp geagendeerd echt uit persoonlijke behoefte. Ik begon net met een verhaal over mijn kind. Ik zie gewoon hoeveel mannen, vrouwen, broers, zussen eigenlijk worstelen met dit opvoedingsvraagstuk. En ik kan er één zeggen. Opvoeding, onderwijs, educatie is zo belangrijk, zo bepalend voor de grotere samenleving, dat dat het slagen van de samenleving zou kunnen zijn of het falen van de samenleving. Daarom zie je dat onderwijsinstellingen nu heel erg onder druk zitten. Van ben ik nou educatief bezig, ben ik pedagogisch bezig, wat is mijn taak, wat is mijn rol? Omdat je ziet dat de samenleving enorm ontwikkelt en je ziet dat dit element van opvoeding essentieel is. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons allen leiden naar het goede. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons de kracht geven om onze kinderen op de juiste wijze op te voeden. Voor de mensen die nog geen kinderen hebben, om überhaupt kinderen te kunnen maken. Inshallah ta'ala, alle kracht daarop in die lezen. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بس بودا زوستر نوخ even andere zijspoor. Ik heb recent nog in, was in een andere moskee, niet in deze moskee, gesproken over eigenlijk over de internationale ontwikkelingen en met name over ontwikkelingen in de Arabische wereld, die deels te maken hebben met geleerden, denkers, journalisten die opgepakt zijn omdat ze andere ideeën, omdat ze anders kijken naar de samenleving. En ook heel veel imams en geleerden die nu, u zit lekker in een mooie moskee, mooi tapijt, u bent verzekerd dat u straks lekker naar huis kan gaan of naar werk of weer en in de avond uw vrouw, kinderen, familie mag ontmoeten. Maar kunt u beseffen dat er topgeleerden zijn die in een 10 vierkante meter, en ik overdrijf echt niet, misschien zelfs 5 vierkante meter, maanden opgesloten zitten. Omdat ze alleen maar iets hebben gezegd waar ze achterin staan, of op Twitter, of op Facebook, of op een preek. Mijn beste broeder en zuster, dat doet ons pijn. En waarom ik het vandaag weer belangrijk vond om dit te benoemen, dat een van die geleerden die als eerste is opgepakt, gisteren of ingisteren, in de cel is overleden. Mogen Allah hem het paradijs geven. Moet je nagaan wat mensen opofferen voor het vrije woord. Moet je nagaan wat mensen opofferen voor hun theologische gedachten. Moet je nagaan wat mensen opofferen voor hun meningen. Beste broeder en zuster, we praten hier met z'n allen er echt makkelijk over. Maar ik denk namelijk dat het opofferen van je leven op het feit dat je alleen maar wil zeggen waar je voor staat, dit is een fenomeen wat jij en ik gewoon niet kennen. Dit kennen wij gewoon niet. Wat jij wil zeggen, zeg. En je bent het laatste waar je aan denkt, is dat je daar eventueel op afgerekend gaan worden. Sommige mensen op het moment die zeggen heel jaar allerlei dingen en als ze ergens een keer naar Marokko gaan of naar Turkije gaan ze nog even nadenken, wacht eens even, wat heb ik eigenlijk gezegd van Colombia? Dan komt dat het moment pas van een soort reflectie. Deze mensen, beste moeders en zusters, die hebben hun leven gegeven. En echt, ze hebben echt broeders en zusters, ze hebben niet iets gezegd dat we denken van wauw, dat is helemaal afwijkend van wat jij en ik eigenlijk vinden. Ze hebben gewoon dingen gezegd waar jij en ik ook echt 100% achter staan. Als ze hebben over liefde, als ze hebben over samenwerking, als ze hebben over geen ruzie maken tussen staten, als ze hebben over... Dat zijn dingen die gezegd zijn. Dat zijn dingen die ze hebben gezegd. En een van hen, die is naar Allah subhanahu wa ta'ala gegaan. Als de profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, dat degene die onderdrukt wordt, da'wat al-mazlum, dat degene die onderdrukt wordt, dat als hij bij Allah iets vraagt, dat Allah hem zal, dat Allah ta'ala gelijk zijn vragen zal en hij zal accepteren, in praktijk zal brengen. Laat staan nog iemand die is overleden van het feit dat hij onderdrukt werd en naar Allah ta'ala is gegaan. Ik zou echt niet weten, beste broeders en zusters, wat Allah ta'ala, wat voor situatie, wat voor ik heb bijna geen woorden voor.
Wat er te wachten staat voor zulke onderdrukkers die hun hand vuil hebben gemaakt aan bloed van mensen die eigenlijk onrechtvaardig behandeld worden. Mijn broeder en zuster, ik vertel u dit omdat het belangrijk is, en we gaan zo meteen het gebed verrichten, het minimale wat we voor deze mensen kunnen doen, is dat we in onze sujoed Allah Ta'ala vragen om hen te steunen. Allah Ta'ala vraagt om die leiders. Ik weet niet, die leiders die moeten Allah dat die leiders een beetje terugkeren naar Allah en zich een beetje bezinnen tot Allah, berouw tonen tot Allah. En dan weer deze mensen gewoon weer loslaten en lekker naar hun kinderen gaan. Een van de geleden broeders en zussen, zijn man en ouder, die had zijn vrouw verloren in een auto-ongeluk, zijn kind. Een week later werd hij opgepakt. Moet je nagaan in welke situatie dat zit. Ja, mogen Allah, ik vraag Allah dat Allah Ta'ala ons niet examineert zoals hij deze man. Ik weet niet hoe wij dit volhouden. Ik weet niet of wij dit aankunnen. Ik weet niet of wij in staat zijn om zulke examens door te brengen. Maar er zijn mensen in de wereld, beste broeders en zussen, die dit gewoon een dagelijkse bezigheid is. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze mensen kracht geven om deze moeilijke tijden door te zetten. Mogen Allah ta'ala de machthebbers en de leiders terug laten keren naar Allah. Dat ze inzien dat ze fout bezig zijn. Dat ze onschuldige mensen loslaten. Dat imams en geleerden in alle vrijheid hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en dragen. Natuurlijk in het kader van onze wetgeving, in het kader van het debat. Er is geen imam of geleerde die opstaat en zegt die moet dood. Dat is allemaal niet meer. Allemaal netjes in het kader van onze wetgeving waar we met z'n allen in leven en zitten. En het is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal, broeders en zusters.